Ik snap dat echt niet, hè? Waarom doen mensen dat? Echt ongelooflijk gewoon. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en we staan in een sfeerverlichte lift. Ik zie dat de lampen kapot zijn. Vinden we leuk. Goedemorgen. Kerstdagjes zijn voorbij en helaas heeft Jesse Silver nog steeds koorts. Het gekke was dat hij gisteravond eigenlijk wel in orde bleek. Het was op en af, maar gisteren was het zelfs 35,5. Dus dat is dan weer heel erg laag. En nu was het vanochtend 39,1. Dus dat is dan weer best wel hoog al voor in de ochtend. Dus helaas niet werken in deze drukke tijd. En onderweg naar de huisarts. Ja, poppie, ben je zo zielig? Huh? Nou, lieve poppie heeft een dubbele oorontsteking. Zielig. Even afwachten, het kan misschien gaan lopen. Als ik te lang aanhoud, dan antibiotica. En een hele goede morgen. Jesse Silver. Hij is een klein beetje opgeknapt. Hij heeft geen koorts meer. Hij heeft toch al een paar dagen geduurd. Nog wel steeds oorontsteking, denk ik zo. We gaan eventjes op pad om wat babyvoeding te halen. En een fucking dikke kras op onze auto. Jezus, echt, ik snap dat echt niet, hè? Waarom doen mensen dat? Echt ongelooflijk gewoon. Zo zielig. Hij is diep ook, jongen. Het is een behoorlijke sleutel, ja. Jesus Christ. Nou, we hebben even wat babyvoeding kunnen halen nog op een zondag. En we gaan nu even een kijkje nemen in een van de locaties waar we met de Peter van der Hurk Peter Live Show staan. En dat is in Rijswijk bij Bijna Thuis. Hoe oud houdt hier? Ja, het is een hotel zelfs. Ja, het ziet er heel gaaf uit. Het ziet er wel heel gaaf uit, moet ik zeggen. Mooie omgeving ook. Ja. Lekker hapje gedaan, bij Bijna Thuis. En nu zijn we wel thuis, niet meer bijna. Nu zijn we helemaal thuis. En dit was een port? Ja, een rood portje heb jij gehad. Tony, 12 of 10 jaar oud. En ik denk dat jij dat wel lekker vindt. Nou, ik vind het wel. Ja. Ja, hè? Vind wel te doen. Wat gaan we vanavond doen? Gaan we even lekker Dancing on Ice terugkijken? Ja. Laten we dat doen. Gewoon lekker brainless op de tv hangen. Ik ben wel benieuwd hoe jouw vriend Charlie het doet. Ja, ik ook. Want ik zag ook in een voorstukje dat Roy Donders erg gecomplimenteerd werd. Oh? Dat ze zeiden van, nou, ik weet niet wat er met jou is gebeurd. Dus, oh, volgens mij, zie je, je bent wel geïnteresseerd. Ja, 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 stiekem. Nou, ik zag het gewoon in de reclame voorbij komen. Dus toen de informatie werd me opgedrongen. Nee, ik vind het wel leuk. Maar, ik vind het wel leuk. Ik blijf er niet voor thuis of zo. Maar. Nee, ik ook niet. Daarom vergeet het telkens. En dan kunnen we het nog even terugkijken. Lang leven terugkijken. Oh, en ik was net met Mo en Reggie naar buiten. En Reggie die loopt op zich nog wel. Maar Mo is echt, nou, gewoon ankers in het zand. En hij durft helemaal niks. Hij liep nog een beetje mee naar buiten, toen was het knallen, toen wilde hij weer naar binnen. Ja. Maar ja, Reggie die plast wel. Het is wel erger geworden, moet ik zeggen. Bij Mo sowieso. Ja. Dus toen dacht ik sinds Donner in mijn reet heeft gebeten. Ja. Ik denk dat Donner ze heeft aangestoken. Ik weet ook niet wat het is. Maar ja, dus ik dacht, dan loop ik nog een stukje de andere kant op. En dan komen een paar bomen tegen, want ik dacht, ja, hij moet toch zijn blaas legen. Ja. Dus toen heeft hij inderdaad geplast en toen maar weer snel naar binnen. Maar. Nou. Dat is echt met Mo niet te doen. Zielig, hè? Arme poepie. Ja.
Een hele goede morgen. Het is de dag voor... Oh, sorry, ik ga veel te snel. Goedemorgen allemaal. Jessie zit er weer mooi bij. Het is de dag voor Oudejaarsdag. En ik moet zo meteen werken. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin meer in dit jaar. Maar ja, nog één dagje. Morgen lekker chill. Morgen gaan we weer eigenlijk naar mijn moeder. Zo, eigenlijk. Als die camera aangaat, dan gaat bij mij zeg maar een soort van... Ja... zendertje af, zeg maar, waardoor ik gewoon... nou, ik denk, weet je wat ik denk dat het is? Ze zeggen dat je niet twee dingen tegelijk kan doen. Dus je, weet je nou met die masterclass van die professor op Nederland 3 of zo? Die vertelde dat. Zeggen wel eens dat vrouwen kunnen beter multitasken, maar officieel wetenschappelijk gezien kan niemand... Ja, je kan wel beter zijn dan... Maar niemand kan echt twee dingen tegelijk in zijn hoofd. Het schakelen kan wel heel snel en sommigen zijn er wat langzamer in. Maar echt tegelijk, dat kan dus niet. En ik denk, omdat ik dus dan de camera aan heb staan, dan ben ik... Dan ben ik heel erg aan het nadenken over het licht en of ik in de lens kijk. En wie er nog meer op staat. En dat soort dingen. Dat mijn spraak een beetje... Proost. Maar goed, dat daar gelaten. Ik voel me lekker. Ik heb me wel echt buikje rond gegeten de afgelopen 2 weken. Jij? Wat zeg je? Maar dat gaan we dus vanaf. Nou, laten we zeggen 2 januari, want 1 januari hebben we nog... Ja, weet ik eigenlijk niet, hebben we nog iets speciaals? Op 1 januari ga ik werken weer, dus... Nou ja, goed. We gaan er in ieder geval weer op letten. Ik ben toch wel aan het sporten, dus dat is wel lekker. En ik wil dat deze de jonge dame gaat zwemmen, want ze heeft veel te veel last van de rug. En nou, we hebben net een conference call gehad. Heel erg chic woord voor vergadering. Online. Online. Met degene die het Eventbrite heet het, dus daar kun je evenementen aanmaken en zo en tickets verkopen. En dan kun je weer linken aan je website en Facebook en dat gaat allemaal automatisch, super tof. Hey. En nou, ik kreeg complimentjes over dat we de events al hadden aangemaakt en zo en dat de verkoop is gestart voor de eerste shows van Peter. En dat hij eigenlijk niet zoveel meer te vertellen had, dus alleen een stukje over het scannen van de kaartjes. Nou, dat weten we nu ook, super tof. Dus dat gaat allemaal hartstikke goed. Ook gaan we bijna naar de 4000 abonnees, dames en heren. Het is echt bizar. Super tof, dank jullie wel. Dat gaat echt als een malle. Ik krijg een beetje lam arm. Dus ik ga hem eventjes leunen. Ja, onwijs gaaf. Echt heel erg tof. En het nieuwe jaar, ja, 2020 gaat echt heel veel brengen. We gaan shows doen met Peter, we gaan een nieuwe YouTube-serie starten en hebben het allemaal al verteld. 12 januari hebben we een leuke show in Pavarotti in Delft. Met Ramon Bees van Bloed, Zweet en Tranen. Ja, dat is leuk, hè? En ook gaan we 2 februari een heel vet dik feest vloggen met Daantje Lurks. Zeg ik dat goed? Daantje Lurks, ja. Die heeft er meegedaan met Heel Holland Zingt Hazes. We gaan haar zo snel mogelijk ontmoeten. Nee. Bloed, Zweet en Tranen, toch? Nee, dat is Ramon Beens. Dus ook een hele goeie. Ja, echt super tof. Daar komen ook heel veel leuke BN'ers en zo. Dus ja, ik ben benieuwd wie we voor onze camera gaan krijgen. en we gaan daarom ook de voorbereidingen, als het goed is, nog... ook vloggen en filmen. Maar ja, we hebben haar nog niet gesproken, want ze is ontzettend druk nu. En natuurlijk de kerstdagen en oud en nieuw er nog tussen. Dus volgende week is alles een beetje rustiger. En ja, begin het nieuwe jaar. En, ja, het is ja. Heel veel. Dus we moeten even checken ook. We moeten al de bal een beetje hoog zien te houden. Want we willen van alles. Maar we moeten ook de tijd ervoor zien te vinden natuurlijk. Ja. Hè? Dus, want ja, en de shows van Peter. En onze eigen dingen. En de YouTube-serie. En ja. En dan ook nog... En dan ook weer die kleine.
Nick wou het zeggen. En dan hebben we het nog niet eens over dat we gewoon een gezin hebben met een klein babytje. Ja. Dus, En we hebben ook nog zoveel leuke ideeën voor content en filmpjes en parodies en zo. Maar ja, je komt er gewoon, ja, je komt er gewoon moeilijk aan toe. En ook voor filmpjes. En ja, dan heb ik ook nog een kapotte lens op die andere camera. Dus het is gewoon, ja, even geduld. Er komt heel veel aan. Zowel geduld voor jullie als voor ons. En nou ja, we hebben er in ieder geval heel veel zin in. Ja, we hopen jullie daarin gewoon weer mee te nemen natuurlijk. Dus, dus we gaan nu ontbijten. Lekker. Het laatste beetje kerstbrood. En een koffietje. Zo, Sergio is aan het werk. En ik dacht, ik ga eens even een lekker vleesje bakken voor vanavond. Want we zijn van plan om in het nieuwe jaar in ieder geval te gaan proberen om vegetarisch, veganistisch te gaan. Dus dat is echt een enorme stap voor ons, want wij houden heel erg van vlees. En als je er dan over na gaat denken van alles wat er wel niet met melk te maken heeft, daar word je gewoon niet goed van. Dus, maar we gaan het toch proberen, in ieder geval voor een eerste tijd, om te kijken hoe het bevalt en wat voor effect het heeft op ons lichaam. En aangezien het nieuwe jaar er nu toch wel heel dichtbij komt, dacht ik, wat is nou echt mijn lievelingsvlees? En dat is altijd wel draadjesvlees geweest. Dus ik ga proberen te maken, zoals mijn moeder het altijd maakt, en dat vind ik het allerlekkerst. Gewoon dat het vlees zo uit elkaar valt. En dan die jus, waar je dan lekker in kan dopen met dit tijgerbrood. En oh, dat ga ik zo erg missen. Ik ga het gewoon proberen te maken. En we zien wel wat er van komt. Kan het natuurlijk niet in één keer goed gaan, dus heb ik voor de zekerheid een backup pizza gekocht nog even en ik ben terug naar de winkel gegaan om nog meer boter te halen, want blijkbaar was het niet helemaal goed gegaan qua bruinheid van de jus. Dus ik ga heel blij moeders bellen, ga ik de jus weggooien. Het vlees zou er op zich wel goed uitzien. Ik heb die er dus even uitgehaald. En dan moeten we hem op een bepaalde bruinheid krijgen. En dan mag hij pas op laag vuur of zo. Zie je, daarom ben ik geen keukenprinses. Ga voor. Ik wil ook maar een beetje naar de hele bodem brengen. Nou, mom to the rescue! Het is nu 4 uur wachten. Na 2 uur nog een keer even het vlees omdraaien. En dan, ja, het is minstens 4 uur laten staan. En dan zou het zo van mijn vork af moeten vallen. Fingers crossed. Hij is af. Nou, ik zeg niet slecht voor zo'n eerste keer. Jessie Silver, die heeft er geen zin meer in. Maar kijk. En ik heb het hier in een bakje gedaan. En dat ga ik lekker eten met een wit tijgerbroodje. Oh, ik ga smullen. Maar nu zeg ik een hele fijne avond. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie je heel graag bij de volgende vlog.